camper. Mag ik daar plaats nemen? Ja. Heeft u de weg kunnen vinden hier naartoe? Ja, ja, dat is redelijk makkelijk te vinden. Tom aangezegd. Ik was er zo. Ja. Geen omleidingen, drukte qua verkeer? Nee, gelukkig niet. Nee? Opleiden. Och, fijn om te horen. Ja, het is natuurlijk wel het spitsuur, dus ja, je verwacht natuurlijk wel de meeste files. Ja. Fijn dat u in ieder geval wel op dit tijdstip deze kant op wou komen. Ja, voor even zeker. Het gesprek. Het gesprek zal ongeveer 15 minuutjes duren. Ja. Ik wil graag wat meer over jou weten. En ik zal ook wat over het bedrijf vertellen, in ieder geval de informatie die u misschien nog niet weet. En ik zal u wat nader toelichting geven over de functie die wij hebben vrijgegeven. Ja. Kun je alvast wat vertellen over jezelf? Nou, Christian Reuvers, ik woon in Wapenveld. Ik ben momenteel werkzaam bij restaurant Het Soerel in Epen. Daar werk ik nu ongeveer een jaar. Als zelfstandigwerkend gast hier. Ik heb wel wat leidinggevende taken naast. Ik wil gewoon een klein team van mensen aansturen, doe bestellingen. Wel wat andere taken ernaast, maar dan een gewone, zoals andere gasten. Vrije tijd, ik mag graag hardlopen en ik voetbal. Je zegt dat je managementtaken, leidinggevende taken al verricht. Wat voor taken vallen daar op dit moment al onder? Bij het bedrijf waar je nu werkt? Ik maak de roosters, zeg maar. Ik heb de algemene leiding over de à la carte, zeg maar. Ja. Ik doe de bestellingen, zeg maar, beheer de voorraden en zo van het bedrijf. Dat zijn wel een beetje de managementtaken. Echt het financiële gedeelte, zeg maar, dat doet mijn werkgever. Oké, dat financiële gedeelte, wilt u daar ook al iets meer in gaan doorgroeien? Of zegt u juist, dat is net iets waar ik me juist buiten wil gaan houden? Nee, het lijkt me juist wel leuk, omdat ik nu gewoon een paar taken doe. En ik zou eventueel wel kunnen uitbreiden of zoiets van. Het is misschien wel goed om dat bij een ander bedrijf vanaf het begin, dat ik alle taken, dat ik meer taken, managementtaken ga vervullen. Ja, en wat weet u al over onze organisatie? Nou, ik heb op jullie website gekeken en ik ben hier wel eens regelmatig komen eten, zeg maar, met collega's en met vrienden. Dus ja, een leuk bedrijf. Kort dat u een grote hotelketen bent door heel Nederland. Ik ben nog wel eens bij andere Bilderberg hotels geweest. Ja. In Zwolle, Windjes, ik weet niet. Ja, klopt. Kent u, ja. Natuurlijk ook wel. Ja, dat is echt een stadshotel inderdaad. Ja. Ja. Dus, die heb ik ook nog wel bezocht. De manier van service, gerichtheid en hoe je met gasten omgaat, spreekt mij enorm aan binnen de hotels. Wat spreekt u dan enorm aan dat u zegt servicegerichtheid en de omgang met gasten? Nou, ik vind het altijd netjes hoe jullie je presenteren als hotel, zeg maar. De manier van presenteren, qua kleding, maar ook qua uitstraling van je bedrijf, maar ook hoe jullie e-mailen naar gasten en hoe jullie offertes wegsturen. Dat is ook maar de hele presentatie, de algemene presentatie van het bedrijf. Fijn om te horen. Waarom heeft u dan de juiste voor gekozen op deze locatie? Nou, ik heb natuurlijk wel naar meerdere locaties ben ik bezig kijken. Ik bedoel, Wapenveld, Zwolle, het ligt erbij aan Wapenveld, Apeldoorn. Ja. Ik vond het juist wel leuk om nu wat iets verder weg. Ik bedoel, Zwolle is wel heel dichtbij, maar wat fijn. Ik vond het wel leuk om even buiten te stappen. Ja, ik vond de ligging van dit hotel net even iets mooier dan in de stad. Ja, nou, fijn om te horen in ieder geval. Ja, het hotel Apeldoorn, dat is natuurlijk wel echt een... Apeldoorn zelf al best wel een oud dorp van zichzelf. Het hotel bestaat daarentegen wel wat minder lang, maar dat maakt het daarop tegen niet minder leuk, minder gezellig. We hebben een vrij groot team ook dat betreft. We hebben standaard 4 mensen op de banketing voor door de week. In de bediening zelf werken zo'n 10, 15 mensen, medewerkers. Dat zijn de vaste medewerkers? Ja, de vaste medewerkers. In die zin, we hebben ook wel enkele part-timers, maar dat is niet heel veel. Vaak maken we gebruik van mise-en-place, dat is toch wel iets praktischer voor ons. Ik ben dan de eerste medewerker. Ik heb 2 mensen die de rechterhand van mij zijn, dus mocht het zo zijn dat ik niet aanwezig ben, dan kunt u daarop terugvallen. Zij zullen dan ook de leidinggevende taken overnemen, voorraden en dergelijke. Ik heb wel begrepen dat er op dit moment nog 1 op zoek is naar een andere functie binnen het bedrijf. Dus u heeft ook inderdaad op die vacature gereageerd. Ik wil daar ook zeker in overweging nemen van wat zijn de mogelijkheden voor u
En wat zijn de mogelijkheden voor op dit moment de andere medewerker? Ja. Juist omdat ik op dit moment een vrij positief beeld ook van u heb, wil ik het toch ook even met de manager overleggen. Ik heb deze sollicitant gehad. Dit is mijn eerste indruk. Deze medewerker zoekt naar een andere functie. Welke mogelijkheden passen daarin? En anders dan zoeken we toch wat meer in de managementtaken. Misschien nog zelfs wat hoger op als u dat wenst. Ja. Maar dat is ook een keuze die ik aan u overlaat. En wat uw ideeën daarover zijn. Nou, dat vind ik wel leuk dat u mij dat aanbiedt. Ik zou daar alleen gewoon even over nadenken. Dus nee. Maar die keuze kan ik nu niet zo... Dat begrijp ik. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Wat betreft de functie zelf, het is een basis van 32 uur. Die kan uitlopen tot 40, soms 45 uur. Maar die staat op papier, het contract zal 32 staan. Dus het is echt gewoon een fulltime job, om het zo maar te zeggen. Managementtaken zullen daar dus ook in voortkomen. Daarnaast het voorraadbeheer, stoklijsten, roosters maken. U zult mee moeten komen met MT-overleggen of OR-vergaderingen. Dus wat dat betreft de echte daadwerkelijke managementtaken zullen wat meer verbreden dan in het bedrijf waar u op dit moment werkzaam bent. Ja, dat is leuk om te horen. Daar ben ik ook wel naar op zoek. Ja. Alleen ik ben totaal niet zo, ik hou niet echt van de banketing, ik ben wel weer van de à la carte. Dus ik weet ook niet of het een probleem is. Nee hoor, dat is zeker geen probleem. Dat is wel meer waar ik ook meer ervaring heb en ik vind dat ook gewoon, ik heb vroeger wel eens in de banketing gewerkt, maar ik vind het, à la carte spreekt mij gewoon meer aan van het diner gedeelte. Nee, dat zal ik ook zeker even meenemen in de overweging die we moeten maken. Het is wel zo dat u wel af en toe leiding moet geven aan de medewerkers van de banketing. Is dat voor u een probleem? Nee, geen enkel probleem. Oké. En mocht het nou zo zijn dat er een rustige avond is en op dat moment hebben wij geen vaste medewerker op de banketing, misschien zouden er wat zalen gezet moeten worden of wanden gereden worden. Is dat dan voor u een probleem? Of zeg je nou nee? Nee, dat vind ik geen enkel. Oké, zolang het niet fulltime is, neem ik dus aan. Ja, nee, dat is fulltime functie op de banketing, dat is dat zie ik gewoon niet zitten. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ik moet wel natuurlijk ook werken, wat ik ook wel leuk lijkt. Al met al zal het misschien één qua uren, één hele werkdag zijn wat u misschien op de banketing bent. Ja, dat is geen enkel probleem. Fijn om te horen, ja, heel goed. Hoe zou uw familie u het beste kunnen omschrijven? Even uw ouders gezien. Ik ben wel sociaal. Ja. Ik ben wel echt een mens. Ik ga graag met mensen of met vrienden, maar ook gewoon met gasten in mijn werk. Het is niet dat ik alleen achter de computer moet zitten, omdat ik voor de rest de hele dag niemand zie. Ik vind het belangrijk om veel contacten met mensen. Verder, ik denk wel vrij rustig. Ik ben wel niet heel stil, maar ik ben wel vrij rustig of zo. Dus ik ben niet, ik sta niet echt heel graag helemaal vooraan of zo. Ja. U zei eerder in dit gesprek al dat uw hobby voetballen is. Ja. Hoe doet u dat met trainingen en met wedstrijden? Want horeca is natuurlijk heel flexibel qua werkdagen. Ja. Moeten wij ergens rekening mee houden? Of hoe doet u dat met de voetbalvereniging? Nee, ik heb voetbal gewoon op de tweede plek staan. Dus als het naar het werk kan het. Kan het niet, kan het niet. Dus het is niet dat ik af en toe, dat weet ze ook gewoon op het voetbal. Ja. Ik speel ook niet superveel wedstrijden mee. Het is meer gewoon voor mijn beweging. En voor het gezelschap? Ja, voor het gezelschap dat ik gewoon leuk naast het sport. Maar het is niet dat ik per se elke zaterdagmiddag 2:30 op de voetbal of wedstrijd moet spelen. Nee, dat niet. Oké, nee, dan weten we dat in ieder geval. Heeft u zelf vragen? Ja, mijn vraag is eigenlijk, betalen jullie overuren ook uit? Overuren worden op het eerste moment, laten we dat staan. We hebben namelijk, dat kent u misschien ook in de horeca, we hebben een wat drukkere periode en een wat rustige periode. Dus dan kunnen we de uren met elkaar compenseren. Mocht het nou zo zijn dat u in het nieuwe jaar, aan het begin van het nieuwe jaar, te veel overuren hebt staan. En wij weten dat u die uren er niet aan toe komt om het op te maken, dan kunt u het uiteraard laten uitbetalen. Oké, dat is goed om te horen. Heeft u verder nog vragen? Nee, dat was het eigenlijk. Ja? Ja. Wenst u het, zou het prettig vinden als u nog een rondleiding door het bedrijf krijgt voor een indruk? Ja, dat lijkt me eigenlijk. Ja? Nou, dan zal ik u nog even meenemen. En wil ik u hartelijk bedanken alvast voor dit gesprek. En dan hoort u uiterlijk vrijdag meer van mij. Ja, helemaal goed. Ja, dank u wel. Dank u.